Sleeping Beauty gaat een moeder worden. Flora en Maleficent gaan haar helpen met de baby. Kijk wat er daarna gebeurt op Lalilu. Laten we een kijkje nemen voor zwangere Aurora. Bevestig een zwangere buik gemaakt van een rubberen ei. Neem de maat op en knip stukken uit om een jurk te maken. Naai de achterkant en de voorkant. Knip de halsuitsnijdingen uit schuimrubberen papier. Het wordt een open schouderjurk. Versier de detail met een doorzichtig lint. Plak een roosje op de rug. Aurora gaat voor het slapen wandelen in het park. Ze speelt op een schommel en luistert naar zingende vogels. Deze keer is haar peettante Flora op bezoek geweest. Je gaat een mooie dochter krijgen. Ze zal blond haar hebben en een engelengezicht. Bedankt voor je voorspelling. Maleficent wil er ook nog iets aan toevoegen. Aurora, ik zegen je. Ik zal altijd voor jou en je baby zorgen. Maak een houten wieg voor een prinses. Maak een matras van stukjes schuimrubber. Niemand draagt dit oude hemd meer. Maar de prinses zelf gaat op dit roze matras slapen. Versier het hoofdbord met roze gaas. Naai het zo en lijm het in twee lagen. Voeg pomponlinten toe. En natuurlijk hebben we veel bloemen nodig. Voeg een kussen toe. Vind je het leuk, prinses? De nieuwe wieg staat al in Aurora's slaapkamer. Het is alsof ik in slaap val in een rozentuin. Zoete dromen, iedereen. Welterusten. Laten we een bloemenluier voor de baby maken. Vouw decoratieve bloemen en plak ze aan de voor- en achterkant. Er was ergens een kroon. Dat klopt, een ring. Oké, we kunnen het delen met de baby. Versier de luier met een strass. Het lijkt wel dauw op een bloem. Laten we een draagbare stoel voor de baby maken. Neem de held van een Kinderjoy. Verf het roze. Versier het met strassteentjes en sprankelende bloemen. Laten we nu een luier knippen. Maak insnijdingen zodat er geen vouwen in de stof ontstaan. Lijm het binnenin en versier de zijkanten met een roze pomponlint. Voeg een zachte handvat toe, gemaakt van een pijperager. Nu is de stoel gemakkelijk te verplaatsen. Mama nam de dochter mee voor een wandeling in het park. Ik ga hier zitten en rust een beetje uit. Plotseling galoppeerde een wit paard naar hen toe. Kussen de baby. Ik vraag me af waar het paard vandaan kwam. Dit is een goed teken. Misschien is het door een eenhoorn gestuurd. We hebben een flessendop nodig om een voederstoel te maken. Maak er een nepbloem aan vast. Open de bloemblaadjes en leg de baby erop. Versier de bloem met strass. Aurora speelt in de woonkamer met haar dochter. De baby is als een mooie bloemknop. Knip een rechthoekig stuk uit roze gestreepte stof. Vouw het zo en lijm pomponlinten aan de zijkanten. Zet de baby in het midden en wikkel haar in. Buig de randen. Zet ze vast met hete lijm. Hoe versieren we dit? Ik heb een geweldig idee. Knoop eerst een breed polkadot lint om de sweater. Dan wikkel een dun satijnen koord en maak een strik aan de zijkant. Aurora was de baby aan het wiegen en zong haar een slaapliedje. Plotseling werd alles bedekt met mist en verscheen Maleficent. Hoi mijn liefste, Flora en ik besloten je te helpen met de baby. Mijn slaapliedje is beter. Mijn slaapliedje zal haar sneller in slaap brengen. Meisjes, wees stil. De baby slaapt. Stil. Laten we een bezettingsbord maken. Neem een plastic onderdeel van oud speelgoed.
lijm er verschillende dingen op. Een springveer met een stoffen lus, strassteentjes, een vlindervormige hanger, verschillende linten, lusjes met pailletten. Versier het met een straslint. Voeg een paar details toe aan een plastic ring en kleef alle details op het bezetbord. Voeg een Lego deel toe aan de achterkant om het stabieler te maken. De baby is gefascineerd door haar bezigheidsbord en de vee leert haar hoe ze het moet gebruiken. Ze zijn een geweldig team! Welke kleur moeten we kiezen voor de leermat? Deze ziet er goed uit! Zet een deksel op en knip een cirkel uit. Het is een sticker schuimpapier, dus we moeten de beschermlaag verwijderen en twee identieke stukken verbinden. Geweldig! En we maken hier een boog. We hebben ook een aantal kralen om uit te kiezen. Krijg wat kristallen, bloemen, kralen en springringen. Hang ze aan de boog. Waar moeten we deze zachte veer aan toevoegen? Laten we het onderste gedeelte pluizig maken. De leermat zal de baby urenlang afleiden. Aurora wist dat dat precies is wat haar kleine prinsesje nodig heeft. Je ligt op je rug en speelt met de klokken. Dat is perfect. Laten we een speciaal bad voor de baby maken. Kies een plastic stuk. Snijd de rand van een houten spies af en schilder het roze. Lijm het op de basis. Knip een stuk uit een rietje. Lijm het op de douchecabine. Maak een douchekop van een oude koptelefoon. Breng heldere nagellak aan en bestrooi het met glitter. Het is klaar! Stem de warm- en koudwatertaps op elkaar af. Nu kan de baby in bad. Eet het schuim niet op, ook al lijkt het op een milkshake. Is het water warm genoeg? Aha, dat is geweldig! Droog je haar met een handdoek en je moet na je bad ook nog afdrogen. Laten we deze kinderwagen meer geschikt maken voor een prinses. Naai kralen zoals deze. Ze zijn zo leuk om mee te spelen. Deze twee stukken stof en een laagje vulling kunnen ons helpen een warm matras te maken. Knip het woord hallo uit en bedek de baby met haar nieuwe deken. Aurora vindt het heerlijk om haar dochter mee te nemen voor een wandeling in haar nieuwe kinderwagen. De kleine prinses huilt er niet in, ze lacht alleen maar. Maak een luiertafel. Om te beginnen hebben we nodig een deel van een natte doekjesverpakking. Vier kartonnen deksels en wat schuimpapier. Knip de introstroken van het schuimpapier. Bedek de zijkanten van de deksels. Zet de deksels zo neer. Bevestig het bovenste deel van de luiertafel. Bedek de planken met een glitterkoord en patroonkarton. Bedek het bovenste gedeelte met een pijpenrager. Plaats een matras van stof en vulling. Plaats een fles in elk van de plastic ringen. Voeg een nippel toe, lijm een strikje en wat roze strassteentjes. Nu is alles perfect. We vergaten bijna een handdoek. Laten we een babyfles maken. Knip het overschot bij. Voeg een druppel hete lijm toe aan een olieachtig oppervlak. Sluit de rand van de fles af. Baby, het is lunchtijd. Het is je favoriete melk. Je kunt het allemaal opdrinken. Aurora is echt blij dat Maleficent en de vee haar helpen om voor haar dochter te zorgen. Maleficent heeft zelfs geleerd hoe hij de baby moet inpakken. Maar ze stopt de baby nog steeds liever gewoon in de kinderwagen. De kleine prinses heeft de beste familie. Net als onze video, schrijf hier op Lalilu en klik op de bel, zodat je geen enkele van onze nieuwe video's mist.